Maar vooral ook aan al die keer dat ze geld gaf aan degene die het nodig hadden. En hoe ze haar dan achteraf weggeven uit schaamte. Voor de lezing heb ik het boek weer gelezen. En ja, voor de lezing heb ik het boek weer gelezen. En wanneer een boek leest als leerling, vers op de wereld met een achterliggende druk van ik moet het lezen voor mondeling, ik moet deze karakter bestuderen en analyseren. Je moet het begrijpen voor een cijfer. Dat is heel wat anders wanneer je als een volwassen weer herleest op je gemak. Wanneer je jong bent, mag je lezen zonder te stressen over mondeling. Dan heb je zoveel energie en nieuwsgierigheid om jezelf in like, nieuwe werelden te starten. Maar wanneer je ouder bent, heb je nauwelijks tijd om te lezen. Maar je wil de empathie en de levenservaring om zoveel viewpoints te begrijpen. De empathie ontwikkeld van de personages door en door te begrijpen. Want ik heb Wilhelmina, Marius, Kees, Oom Nellis en vele anderen ook zelf ontmoet. Maar onder andere namen, onder andere situaties. En soms heb ik ook in hun schoenen gestaan. En ik vraag me af hoe die middelleerling het zal herkennen wanneer hij dit boek herleest op een later leeftijd. En hoe ik, na 25 jaar later, ook nog de koningin van Paramaribo zal herlezen of beleven. Dank u wel. Dank u wel. Mag ik vervolgens rijden op? Yes, mag ik vervolgens rijden op? Mr. Marcel Akkoord. Ik wil u graag zeggen, een man is van weinig geworden. Dat wij gewoon weinig uur gesproken die dag toe hebben gezongen met zijn vrouw. Dus hier zou ik als hij gewoon weinig praat, of gewoon weinig sprak die dag. Ik zal dat je zeggen, ik dacht dat ik heb deze man. Yes, absoluut. Eigenlijk ben ik nog een beetje belast. Ik neem mijn telefoon aan en dan besef ik dat ik eigenlijk niet deze onderwerp heb. Ik was blij met die eerste week van Gerrit. Omdat, ja, ik heb pas blij met de eerste die van Gerrit. Was deze niet? Ja, omdat ik zelf ook mijn eigen verhaal heb over schrijversgroep 77. En ik neem aan dat, tenminste ik neem aan dat zeker dat niemand hier mee kent. Als zodanig, als een van de mensen die het begin stonden van de schrijversgroep. Maar Gerrit heeft uitgelegd hoe het is toegegaan. Ik zat nog in die fase van Arjon en Trinicula. Die niet iets aan thuis. En we kregen de opdracht op de volgende groep samen met Glenn Kissel. Zo moet dus Pilaas en een paar mensen die een vereniging moesten opzetten. Had als een schrijversgroep. Een vereniging moesten opzetten voor de schrijvers. We vergaderden inderdaad in Thalia. Maar met Glenn Kissel, die dan de leiding had van die groep, de commissie. De reden was van Thalia, dus samen met Pinas, een van die Pinassen, okay. Die zijn Pinas en een andere Pinas. Eddie? Ja. En ik ben een paar keer geweest aan die vergaderingen, inderdaad. Maar daarna ben ik uit beeld verdwenen. Dus ik weet niet eens wanneer die groep is opgericht, wat er verder is besloten. Ik verdween in het leger in 1979. Ging voor de militaire opleiding weg. En toen ik terugkwam, was Wong Loi Sing geloof ik, voorzitter. Ik gaf ook nog een boekje, Organisatie in het Nationaal Leger. Wat ik had samengesteld. En dat was nog een van mijn
bewezen dat ik schrijver was. Maar voor de rest heb ik in het leger veel geschreven. Een van de boeken die ik nog gezien heb is Op weg naar een nieuw leger. Maar verder heb ik niets meer gedaan. Ik heb mijn boekje Boekje, heb ik samen met mijn tweede bundel gedetailleerde nummer 13 gebundeld tot revolutie in vaste vorm in 1983 kort na die decembermoorden. En ja, in feite was dat het. Ik heb daarna niet meer geschreven. Maar ook niets meer geschreven veel. Alles wat ik hierin geschreven heb, 1973, is nog steeds actueel. Dus ik zal maar een gedicht voordragen uit dat boekje van 50 jaar terug. En aangeven hoe ik heb toen maar gekozen, random. Hoe actueel het is. De dag is drukkend. En die dag heb ik zelf ten bij gezet. Maar toen, in de weer zie ik dat moet je zo kort mogelijk schrijven als je gedicht hebt schrijven. Dus dit woorden en alles wat er kwam, moest je weglaten. Dat is drukkend. Zon bereikt haar hoogtepunt. Onderwijzeres sloopt haar uit. Enkele ondervoede kinderen iets bij te brengen. Geen zin les te volgen. Op het bord staat, houd de klas schoon. Het is altijd vuil. Als dit land, als de regering, als hun geld, vuil geld, besmeurd met bloed. Bloed geld zal niet langer duren. Straks is de school uit. Ook het stelen houdt op. De pot wordt gesloten. 19 november is in zicht. 19 november was een datum van de verkiezingen in 1973. En nu is 19 november veranderd in 25 mei 2025. Dus dat is het enige wat veranderd is. Maar voor de rest is de inhoud precies hetzelfde. Meneer Glot, toevallig ook aanwezig. Nou ja, toevallig, in elk geval is ook zijn dag vandaag. Maar hij had een gedicht uitgekozen uit dit boek. Hij wist niet zeker als het van mij was, dus hij belde me van. Marak, ik heb een gedicht hier, is het van jou? Ik ga het opnemen in een bundel, een nieuw bundel dat hij op heeft. Poema in poëzie in Katibo. Ik zeg ja, shoot. Maar ik heb een andere, ik heb een leukere, tenminste wat ik beter vind. Dus uiteindelijk is dat gedicht in de bundel verschenen. Ja. Maar de bedoeling was dat, voor hem tenminste, was dat hij beide gedichten wilde opnemen. Maar helaas is dat eerste gedicht uitgevallen. En achteraf vind ik het eerste gedicht toch wel weer sterker. Maar ja, zo gaat het toe. Yadotaki. Yadotaki. Menanga makti ifu krakti, menanga santa yeye, nanga misanta yeye, misamikun konflik. Kapada nanga sisa, unsefi ka verstang, at unuka wakti, tegado konflik tutrong na kuntapu, mameki wimekwa kofu, ufriwi sefi, puru na inakatibo, diwide. Dus we hebben dit geschreven toen ik 15 jaar, hoe ben ik 15 jaar, want het boek kwam uit toen ik 16 was. Ja, ik was 15 jaar oud. Maar het kan ook, ik heb ook 5 jaar, het kan ook 14 zijn geweest. Omdat ik al, ik denk al 2 jaar schreef voor ik publiceerde. En ik was eerst weer door Dobbelhoek.
Robin Rafales die op school kwam om gedichten voor te dragen. En zo begon ik mijn eigen gedichten te schrijven. Dus je ziet helemaal de stijl van Dubbel eigenlijk in dit gedicht. En de stijl van toen. Maar ik was wel eens wat misschien daar geweest. 6 jaar, 7 jaar. Of iets ouder denk ik, misschien 10 jaar. Maar ik was niet echt zo vroom christen. En nu dat ik nu vroom ben, maar nu ben ik bekeerd. Dus nu ben ik voor het evangelie, laat het zo zeggen. En dan komt dit gedicht natuurlijk helemaal van pas in die sfeer. Maar het blijft de vraag, gaan we wachten? Ik had ook op iets toetsen naar een taboe. Of gaan we iets doen om die katibo, waarin we nu leven, zo snel mogelijk te beëindigen? Want look op aan een kerkje, is spit en fire, taboe doggy. Want doggy, die ook al vindt die allerlast voor een taboe. Creole, Hindustani, Japanese, Nagasnesi, allemaal in Yang Alesi. Like a wak family. Maar wat doet die? De goede wang, de pakse poti wang. Corruptie aan de loop van de band. Bokshit, ik wil ik santi. Dat is ik me mandi. Ja, bokshit is er niet meer, dus het gauw. En we begrepen dat er van die 30%, 25% naar gasten gaat en 5% naar de staat. Dus er is niks veranderd sinds 1973 dat ik dit boek geschreven heb. En zo zouden we de hele avond door kunnen gaan. Maar oké, klaar het echt wordt. Kafmu heeft dus deze boekjes verkocht in 1973. En toen hij in Holland zat en hij was pizzakist en hij dacht van nou, kan ik iets anders gaan doen. Dat kon geld op, hij was pizzakist, hij geld op, maar hij is professional, dus hij moet eten. Toen dacht hij van mijn broer zijn boekjes en hij verkocht goed. Deze boekjes verkocht ik $2.50 in de stad. En ik was echt snel uitverkocht. Dus hij besloot dus een boek te schrijven, omdat hij daarmee denkt, dacht ook goed te kunnen verdienen. En hij heeft het heel professioneel aangepakt. En hij schreef dus Maxi Linder. Dus vandaag vieren we 25 jaar koningin van Paramaribo. En die link tussen mijn werk, de boel en klaar het akkoord. En uiteindelijk TAF, schrijversgroep nu. Hij is ook lid van de schrijversgroep geweest, klaar het akkoord. Hij is zelf met de groep naar Afrika gegaan. Dus Zuid-Afrika. En die link moet je dus leggen. Klaar het akkoord, de boel, waar is het akkoord? Ik denk dat daar niet aan en daar niet aan moet staan. Hallo? Dankjewel, meneer Marcel Akkoord. Om als 14-jarige zoveel vuur eer te hebben, dat je aan een beelden uitbrengt, is om maar te zien wat inspiratie kan doen. Meneer Akkoord is de tweede persoon van wie ik heb gehoord dat door de langs ging op scholen en sessies deed en bezig was met de kinderen. Het is jammer dat we zijn wat op dat punt een beetje achteruit gegaan, want het inspireert mensen. Ik kondig nu aan José Giuliano Parami. Nog een applaus voor hem. Ik
Ik heb voor de jubileum een gedicht geschreven. En ik wil het een beetje opbouwen. En je hebt soms een mondiaal beeld dat gebaseerd is op fictie en niet op werkelijkheid. En soms is dat beeld frustrerend, vernietigend voor de groep die dat is opgeplakt. Mijn moeder is een zwarte vrouw, mijn oma is een zwarte vrouw, haar zus Adelaine is ook een zwarte vrouw. En ik hoor mijn grootmoeder nog zo en vragen van een opa radio Chimoro Trangajimi, want Jones nog door Brochas aan ons zoek. En je bent 30 plus voordat je begrijpt dat Brochas is afgeleid van broadcast. En de overlijdingsberichten waren belangrijk, omdat het voor mijn grootmoeder de enige manier was om te weten wie is overleden die zij heeft gekend. Maar het was ook een gelegenheid om haar zegeningen te tellen. Want als ze 70 was en iemand van 69 was overleden, dan zei ze, ai, adoradoromi, manadoromi. En dan zat ze daar in haar eentje te praten. Maar als er een overlijdingsbericht langskwam van iemand die 92 was geworden, dan zei ze, ai, kadoluke, kadoluke, adisferi. En als kind wil je niet in de buurt komen dat mijn oma je zou zien, dat je zag dat ze bezig was te praten met zichzelf. En om de zoveel overlijdingsberichten, eigenlijk om de zoveel maanden, ging het om iemand die ze 10 jaar terug gekend had. Dan zei ze nee, dat Johnson aan mijn wang, die zou aan mijn bedenken, dat ze niet deed. En zo was ze bezig. Dus de zwarte vrouw die ik heb gekend in mijn leven, mijn moeder, mijn grootmoeder, mijn groottante, waren hardwerkende zwarte vrouwen. En je groeit een beetje op en je merkt dat er een ander beeld is van de zwarte vrouw. En dat is als lustobject. En we worden beschreven alsof we geen andere dingen hebben dan ons figuur. En opeens kwam koningin van Paramaribo. Ik heb dat boek nog steeds niet gelezen. Ik ben van plan te doen. Ik wil het niet lenen, ik wil het kopen. Maar ik wil mijn naam erin schrijven. Dan word ik niet en dan koop ik een leesbril. En dan ga ik het lezen. Maar de mensen die het hadden gelezen, die spraken over de koningin van Paramaribo. En mijn beeld van de zwarte vrouw begon te veranderen. Ze was neergezet als meer dan wat ik tot op dat moment gewend was. En het heeft geresulteerd in poëzie waar voor mij de zwarte vrouw niets anders kan zijn dan een koningin. Niets anders. Ondersteund door de zwarte man en eigenlijk geven ze elkaar steun. Een man heeft plak aan mijn steuning, geen steun aan plak aan man. En dat heb ik zo niet te danken aan het feit dat Clark Akkoord dit boek heeft geschreven. Dat is mijn inspiratie. Zoek hem nog even op. Het gedicht heet 47 Afrikaanse prinsessen. Je draagt in je schoonheid van 47 Afrikaanse prinsessen, wiens schoonheid na eeuwen van aanraking en aantasting onaangetast is gebleken en gebleven. Ongerepte schoonheid die de fantasie meeneemt, meesleept en opzweept. Je draagt in je de wijsheid en rust van 48 keizerlijke hofdames, die dat ene gezicht waarin 47 Afrikaanse prinsessen permanent en prominent vertegenwoordigd zijn,
moeten begeleiden in haar keizerlijke taak uitoefenen. Je draagt in je de geur van 49, 50, nee, 51 zeldzame Afrikaanse orchideeën die zich verbergen voor ruwe handen, helende, geurende, opfleurende, opbeurende orchideeën. Je draagt in je de overlevering van 52 niet door de tang destijds aangetaste verhalen van strijd, overwinning en viering van overwinning. Je draagt in je het gezicht dat Afrikanen oproep hun schoonheid te gaan herontdekken. Dank u wel. Ik weet niet als dichters dit hebben, dat je een gedicht schrijft en soms 3-4 jaar daarna merk je dat je dat gedicht voor een bepaald persoon had geschreven. Het is me 3 keer overkomen. Ik heb een gedicht geschreven aan Rita Prinji en ik had hem aan niemand opgedragen. Hij doet vaak op feestjes en ik zat hier en ik zei tegen mezelf, dit gedicht heb ik voor Maxilende geschreven. Mi African Prentje, a kade voor ten, teken ten na jou. Jou aai mooi voor este, komit die de, passa komit wan betre tamara. Tifi kring na in jou mofo moro ale watra, moro mon ken kine di. Maxilende jou fesi sa fulle ki da lobby, fuwa mi no chi. Chi mi krati, chi un krati, jou na un kombate ei. Lobby uno, bobi uno, korkori uno, meki un boto doro du lampe. Because you face in a skedrei, di nosa anga na foroisi. Fudi mi ati, un ati, na di tru tampe. Dus officieel wil ik dit gedicht linken aan mevrouw Maxilende. En koningin van Paramaribo. Want omdat er een koningin van Paramaribo is geschreven, zijn we eindelijk te weten gekomen wie mevrouw Maxilender was. En het klein akkoord is niet meer onder ons, maar is nog bij ons. Dus ik bedank hem met een berekening dat hij dit boek heeft geschreven. Mag ik vervolgens naar voren roepen iemand waarmee ik in een heel mooi theaterstuk heb mogen zitten, Diego Labarre. Voor de zoveelste keer. Ik kwam hier niet thuis. Ik heb helemaal geen geslachtsziektes. Ik laat me regelmatig controleren door dokter Koppenshaar. Hier hoor ik niet thuis. Ik, Wilhelmina, Angelica, Adriana, Mirjam, Rijburg, alias Maxilender, ben nog steeds de fucking koningin van Paramaribo. Hou je bek. Volgens jou ben ik bang. Wat kan je me doen? Muchos, welkom op Katwijk. Mijn naam is Bama. En jullie zijn hier om te naaien. Ja toch? Naaien. Daar zijn jullie goed in. Naaien en ziekte verspreiden. Alleen gaan jullie nu geen mannen naaien. Maar kleren voor de schutterij. Wie niet werkt of te veel praat, zal in elkaar geslagen worden door mijn collega's. In deze barak is Marius de baas. Wie niet naar Marius luistert, zal het merken. Jullie slapen op die stretchers en mogen niets anders dan die blauwe jurk aantrekken. Die aluminium kommetjes
zijn om mee te baden. Plassen en scheiden doen jullie in gaten in de grond. De gang van zaken wat eten en drinken betreft, zal Marius jullie nog voorhouden. Iedere hoer krijgt 5 gulden per maand. Daarmee moet je zien het te redden. En je spot toe, dat verdien ik in een halve nacht. Look in Jim. Dus vanaf nu wordt het alleen maar gewerkt. Ga lekker tekeer met die naaimachines. Doe alsof het jullie klanten zijn. Dan moet ik niet maar 5 gulden per maand krijgen. Ken je me dan niet van niet? Ik weet niet eens te naaien. Dan ben je geen echte hoer. Oh ja, in dit kamp zijn jullie ons eigendom. We mogen met jullie doen wat we willen. Als je me snapt. Wie niet meewerkt, wordt in elkaar getrapt. En wie privileges wil, zal ervoor moeten naaien. Dank u. Ik dacht dat we stikken zouden zeggen. Ik denk dat we stikken zouden zeggen. Dat was Diego Lapaar. Die microfoon. Ik was persoonlijk niet, ja. Dat is Diego Lapaar. En ik heb met hem mogen staan op het podium. En ik heb in een stuk mogen spelen dat hij geschreven had. En heel mooi, heel krachtig voorgelezen. En het geeft je een glimp achter de werkelijkheid. Want je kan dingen sugarcoaten. Maar als je ze uiteindelijk zegt zoals ze zijn, dan is het uiteindelijk beter. Want met sugarcoaten zie je toch op een gegeven moment de werkelijkheid. Mag ik vervolgens mevrouw Lisbeth Akkoord vragen op het podium? Applaus. Ah ja. Goedenavond iedereen. Ze hebben me op het podium gekregen. Maar meestal ben ik achter de schermen bezig. Gebruik die andere microfoon aan de andere. Ja, die andere beter. Ben ik dan beter te verstaan? Nee. Ja. Ik was uit te letten vandaag. Zoals ik net al zei, ik ben meestal achter de schermen bezig, maar vandaag hebben ze me zo ver gekregen.